De commissie-herdenking 140 jaar Hindoestaanse immigratie heeft gisteren in het kader van 140 jaar Hindoestaanse immigratie kransen gelegd bij de verschillende monumenten in Nikkeri. De kranslegging vond plaats middels een optocht naar de monumenten. Ook bij het borstbeeld van Wijlen Jagannath Lakshman en Wijlen Mahatma Gandhi werden er kransen gelegd. Later op de dag werden 40 nazaten van de Hindoestaanse immigranten die hun sporen hebben verdiend, gedecoreerd. We leggen u enkele indrukken vast van enkele gedecoreerden. Voor u, deze mevrouw, en ga zo door met mevrouw Bijna. Natuurlijk wist ik het niet. En toen ik dat hoorde, heb ik gelijk gezegd van waarom ik, waarom niet anderen. Maar omdat ik vandaag hier mag staan, is het niet alleen op mijn eigen kracht. U weet, er wordt hard gewerkt. En als eerste moet ik zeggen, mijn gezin, mijn man en kinderen, die helpen, die geven me de volle ondersteuning. En daarnaast moet ik zeggen, alle SARI-leden. Ik sta hier voor alle SARI-leden. Dames van SARI, ik wil jullie allemaal bedanken. Heel hartelijk bedankt voor alles wat u hebt gedaan. Alsjeblieft, gaat u verder. Ik ga u ook voelen. Ik ben zodanig vereerd vandaag om dit vandaag in ontvangst te nemen. En dit gebeurt niet alleen door mij, maar namens mijn bedrijf en natuurlijk mijn personeel wil ik heel hard dank zeggen. En de commissie natuurlijk ook om mij vandaag in de bloemen te zetten. De Nigeriaanse gemeenschap en zeer zeker mijn persoon, dat wij heel trots zijn op u en dat wij geloof hebben in u en dat u voor ons een parel bent. Echt een parel uit dit district, de eerste ambassadeur, de eerste vrouwelijke ambassadeur. Nogmaals een applaus. Ik zou vandaag hier niet kunnen staan en wat ik heb bereikt in mijn leven tot nu toe zonder deze Nigeriaanse gemeenschap. Ik dank u van harte en Nigerianen, ga zo door. Op alle mogelijke wijze zal ik mijn bijdrage blijven leveren om dit district op grote hoogte te brengen. Mag ik u aanbieden oorkonde, een CD en uw plakkaatje, medaille en een bloemstuk. Alsjeblieft. Dus mijn vermoeden is toch uitgekomen. Dat ik niets meer hoef toe te voegen en u alleen te feliciteren met alles wat u heeft kunnen doen in de korte. En hij is commissielid ook. Nou, ik wil jullie maar feliciteren en dat je kracht krijgt om verder deze lijst nog langer te maken.